Ja! Hallo allemaal en welkom bij het programma Samen Afwalen. Vandaag beginnen 7 kandidaten aan een nieuw avontuur. Een avontuur dat misschien wel spannend is. Het principe van dit programma is heel eenvoudig. De 7 kandidaten met overgewicht eten 1 week lang gezond en sporten. Ze zullen ook in dezelfde periode in hetzelfde huis moeten wonen, wat niet zo eenvoudig zal zijn. Hallo. Mijn naam is Jason. Ik woon in Woluwe. Toen ik andere deelnemers ontmoette, Janneke trok mijn aandacht. Ik ben hier gekomen om af te vallen. Ja, ik ben een grote bierbeuk. Hè. Ik ben vastbesloten. Ik ben vaak in mijn gedachten. Maar er wordt van mijn gezegd dat ik een groot strijdwagen ben. Ik kende deze show, Gracie, in People Oops magazine. Mijn grootste gebrek is dat ik gestrest ben. Hallo, ik heet Lisa. Ik ben 23 jaar en ik woon in Kranem. Ik neem aan deze show om af te vallen. Ik heb 5 kilo genomen omdat ik een omgeval heb. Ik heb sinds veel gegeten. Tijdens de ontmoeting met anderen, ik ging rechtstreeks naar Sanne. Ze is wel grappig. Ik denk dat we vrienden kunnen zijn. Anders hou ik van de humor en de lichaamsbouw van Mohamed. Ik denk dat er iets kan gebeuren. Ik zal mezelf omschrijven. Kan alles iemand die sympathiek is en die naar anderen gaat. Maar wanneer iemand me ergert, reageer ik me snel. Hallo, ik ben Janneke. Ik ben 25 jaar oud en ik weeg 95 kilo. Ik woon in Brussel en ik ben single. Ik ben overgewicht sinds de dood van mijn cavia. Ik heb me geregistreerd voor de ervaring op internet. Ik wil afvallen om werk te vinden en uit mijn depressie te komen. Ik heb een sterke karakter en ik ga niet weg. Ik voel dat ik affiniteit met Jason wil hebben. Deze mensen zijn een beetje raar. En niemand is mooi of aardig. Ik ben heel moe en ik heb mijn oven niet uitgedaan. Ik heb een korstje gekookt. Ja, met aardappelen. Ik kan één voor je koken, alsjeblieft. Wat? Een blond man. Hallo, ik ben Noël en ik ben jong. Ik wil een beetje weg afvallen, omdat ik wil in de stad sport doen zonder mensen aan mij medelijden hebben. Hallo, ik ben Sanne en ik ben 22 jaar oud. Ik woon in Brussel. Ik ben aardig, soms grappig en erg jaloers. Sinds 2 jaar heb ik 7 kilo genomen door de breuk van mijn lief. Ik houd niet van mijn lichaam en ik wil veranderen. Ja. Bij mijn aankomst in de villa ben ik goed overgekomen met Lisa. Ze is heel vriendelijk, ja. Ik ben Seppe en ik ben 24 jaar oud. Ik weeg momenteel 110 kilo. Ik ben overgewicht, sinds mijn vader is verliefd van mijn liefde. Ik hou helemaal niet van sport. Ik ben met mijn vriend Mohamed gekomen om af te vallen. Ik heb het gevoel dat deze show verkeerd zal gaan, omdat ik zag dat er Arabieren en zwart zijn. Inslapen, money on my mind, ik heb geen eens zin in slapen. Skinny boy, maar mijn dik noemt ze Big Papa. Ik ben in de buurt, ik moet hosselen. Politie wil me pakken, spel verstoppertje. Bitches willen plakken, maar we fokken ze. Ja, we fokken ze, ik geef geen fok om ze. Ik ben in de buurt, ik moet hosselen. Politie wil me pakken, spel verstoppertje. Bitches willen plakken, maar we fokken ze. Ja, we fokken ze, ik geef geen fok om ze. Elke wijk heeft zo'n hoer, Samira, ik ben op vloes. Ja, shisha, ik ben met Koen, jij divas. En maak me niet para, ik word moe, habiba. Ik word rijk en dan bouw ik in mijn hoed. Hallo, ik ben Maxime, ik ben 20 jaar oud. Ik ben hier voor de fun en de feesten. Dat is niet les anges. Ah zo, foute que, dat kan niet.
Maar zo, tot ziens. Hè. Oh ja, mooie villa. Heel groot. Oh la la. De woonkamer is. Oh la la. Wauw. Waar zijn de anderen? Ah. Oeh. Ja. Sorry, ik ben laat. Wow! Dat is Sanneke! Ja. Probleem? Wat doe je? Wat zit er? Hallo, ik ben Moameiger. Ik ben 28 jaar oud en ik woon in San Diego. Sinds 1 jaar heb ik 31 kilo's genomen. Hey, salut tous les amis! Ik voel me goed met Seppe, omdat hij heerlijk is. Maar Noël is geen heilig en ik hou niet van haar. Lisa. Ja, wat? Je vindt niet dat Moameiger een bad boy is? Hij gaf me slecht indruk, hè? Nee, waarom? Ik val op hem. Wat? Ik heb een beetje met hem gesproken en hij is niet grappig. Hij begrijpt in moeilijke woorden en... Sorry, maar ik begrijp zijn woordenschat niet. Hein? Je beoordeelt te snel. Ik vind dat hij is heel mooi en aardig. Hij heeft goede onderwerp om te praten. Oh, dat zie je zelf. Oh, ik heb veel honger. Oh, ik ook. Ik zou graag een pizza eten. Oh, mijn lievelingseten is een Vlaamse carbonade. Oh, lekker. Mij is het frietjes met mayonaise. Ja, junkfood, dat mist me. Wow, hoor je dat? Ik heb een vreemde geluid gehoord. Kom, Seb, kom jij de eerste beneden. Hé, waarom?
Ga maar, laat zien dat je een man bent. Je denkt dat het dief is? Ah, ik weet het niet. Ik ben bang als ik geen geluiden vreemd hoor. Zwijg, je maakt me bang. Oh, ik praat als ik ben bang. Ik denk dat de geluiden komt uit de toilet. Seppe, open de deuren in de toilet, alstublieft. Oh, wat? Oh, je liet ons schrikken. Je bent bek. We dachten dat een diever was. Je bent gek, hè? Oef. Je bent een gek. Einde van de dag voor onze kandidaten die echt moe zijn. Ze ontmoeten elkaar in de keuken om samen wat tijd door te brengen voordat ze gaan slapen. Want morgen wordt een grote dag. De eerste sportsessies waren niet eenvoudig, maar nu hou ik van ik fysiek en psychologisch. Ik werd iemand sterker. Dankzij hard hiel ik van gezond en gevarieerd eten. Over het algemeen deed ik dit programma me denken aan niet alleen mijn gezondheid, maar ook mijn relaties met anderen voel je vrij om deel te nemen. Je zult er geen spijt van krijgen. Dit is nog maar het begin van het avontuur en ben ik van plan er grondig van te genieten, ondanks de ups en downs. Een kleine discussie begint tussen de kandidaten. Noël, altijd versier me, maar Lisa is meer mijn stijl. Richt op Lisa, ik wil geen neger in deze huis. Ik heb het gehoord, Seb, maar wat is deze manier om andere concurrenten te behandelen? Ik spreek niet met jou, ik spreek met de zwarte. Het is niet jouw zak. Ja, beter. Je mist respect voor iedereen. Ik wil je niet lukken sinds je het huis binnenkwam. Benoemd, je niet met onze zaken. Het heeft geen zin om tegen te praten. Met jou is nutloos. Je bent bekrompen. Ten meer, we zijn niet hier om ruzie te maken. Nergens hebben. Iedereen moet en kan blijven. Uiteindelijk, nadat de situatie samen besproken was, verontschuldigden de kandidaten zich bij elkaar en het normale leven verschijnt opnieuw. Voor de moment. Kandidaten die op onze show arriveren, worden vaak snel uitgehongerd vanwege het drastische regime dat hen wordt opgelegd. Vaak geven ze toe te geven. Oh. Oh.
Ik hou van je en wil je een relatie met mij hebben? Oh ja, knap hè. Met de garage! Noël altijd versierd, maar Lisa is meer aan het strijden. J'ai oublié ma phrase. Yes! Noël altijd versierd. Ah non, mauvaise langue. Noël altijd versierd. Maar.